geen toekomst omdat je niks leert. Want dan kom je heel erg ver niet. Zondag 1 september, begin van een nieuw seizoen hier in Abcoude. Welk seizoen? Wij openen het culturele seizoen 2013-2014 met een uitmarkt in Abcoude. Ja, dat is net zoals in Amsterdam. Misschien iets minder druk, maar wel heel gezellig. Ik zie een heleboel tentjes. Beeldende kunst is vertegenwoordigd. We hebben de dansschool, de toneelschool, de muziekschool. Eigenlijk iedereen die iets op cultuurgebied doet in Abcoude en Baanbrugge kan hier laten zien wat er te doen is het komende seizoen. Er zijn ook docenten bij, als ik het goed gezien heb. Ja, je kunt met de docenten even spreken, vragen stellen. Een beetje op een gezellige manier. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur Abcoude Baanbrugge. En wij hebben ook een website, dat is www.kunstencultuurabcoude.nl. En daarop vindt u ook de Kunst en Cultuur krant. En daarin staan weer alle cursussen en projecten en lezingen, theatervoorstellingen. Een uitladder staat er ook. En dan kun je zien wat er allemaal te doen is. In Abcoude, maar ook Baanbrugge erbij, hè? Ja, ook met Baanbrugge erbij en ook wel wat verder de Ronde Venen in, hoor. Maar het zijn natuurlijk veel docenten hier uit Abcoude, Baanbrugge, uit deze twee dorpen. Niet de eerste keer dit jaar, hè? Nee, het is al de derde keer. Het is wel de eerste keer hier op deze locatie, het Piet Mondriaan gebouw. Ja, want eerst was het in het gemeentehuis en dat is geen gemeentehuis meer. Nee, dat is eigenlijk al een hele tijd geen gemeentehuis meer. Maar de afgelopen 2 jaar stond dat daar nog leeg. En dan mochten we er nog in, maar het is nu verkocht. En daar gaan weer andere mooie dingen gebeuren. Dus voor het eerst hier in het Piet Mondriaan gebouw, maar heel gezellig. Ja, nog één vraagje, dat heeft er niet helemaal mee te maken. Piet Mondriaan, ik kom die naam toch vaak in Abcoude tegen. Hoe komt dat? Ja, nou, Piet Mondriaan die heeft veel geschilderd hier in de buurt. Vooral in het Gein. Dus daar komt het denk ik ook bij dit gebouw vandaan. En daarom zijn die Abcouders toch wel een beetje trots op deze manier. Nou, dat mag ook wel, denk ik. Ja. Nou, in ieder geval hoop ik dat veel mensen zich aansluiten bij jullie op cultureel en kunstgebied. Dank je voor het interview. Nou, dank u wel.